We zijn in de laatste fase van de bouw aangekomen. Over 2 weken is de oplevering. De installaties worden nu ingeregeld. Volgende week staat de schoonmaker gepland. De tegelzetter is met de laatste werkzaamheden bezig. Wij gaan hier het huishoudelijke kunststofafval van 3 miljoen huishoudens verwerken tot een hoogwaardig regranulaat dat gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe kunststoffen. Het project is heel goed verlopen. We hebben samen met onze onderaannemers een lean planning gemaakt, zodat iedereen dagelijks de planning kan bewaken en kan bijhouden. En het mooiste van dit project is dat ook alle onderaannemers hun planning hebben gehaald. Samenwerking met Groothuis beviel erg goed. Er was altijd duidelijke communicatie, doordat we eigenlijk altijd één centraal aanspreekpunt hadden. Groothuis die heeft de fabriek gefaseerd opgeleverd, waardoor wij in hal 1 al konden beginnen met het opbouwen van de machines terwijl de bouw nog bezig was. En dat heeft ons een heleboel tijdwinst opgeleverd. Ja, heel tevreden, hele fijne samenwerking met Groothuis. We hadden om de week een overleg om de laatste dingen te bespreken. En zo was de communicatie ook heel erg duidelijk. Kortom, een hele goede en fijne samenwerking met Groothuis. In 9 maanden tijd hebben we hier een groot project neergezet. En we hebben een fijne samenwerking gehad met Moshinkov. En daar ben ik trots op.